De derde groep repatrianten vanuit Nederland keert op 17 mei terug naar Suriname. Dit zei Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gisteren op de COVID-19 persconferentie. Naar verwachting zitten er 320 personen op de vlucht. Slijngaard gaf aan dat er een issue is met betrekking tot de Surinamers die vanuit India terug moeten keren. 23 personen hadden zich geregistreerd voor repatriatie, maar de KLM heeft slechts 11 beschikbare plekken voor deze vlucht. Dus dat wil zeggen dat KLM voorlopig 11 pax heeft laten halen vanuit India om dus door te reizen uiteindelijk richting Suriname. Met de overige mensen vragen wij om wederom in contact te blijven met de ambassade, zodat ze dus een volgend moment zullen kunnen afstemmen, zodra het volgende moment er is, dat ze dus in elk geval op de hoogte zijn daarvan. Dat is de informatie die ik op dit moment kan geven met betrekking tot de mensen die dus gestrand zijn in India. Het logistiek daaromheen is inderdaad ook wel door de ambassade in orde gemaakt, de Surinaamse ambassade. En het is in principe is alles weer in place gebracht, zodat we dus de mensen weer op een correcte wijze kunnen opvangen die daar zo achterblijven. Slijngaard zegt dat er nu 576 personen in quarantaine zijn, verdeeld over 19 quarantainelocaties. En we zorgen ervoor dat we dus nog steeds bezig zijn met gesprekken om andere quarantaineruimtes te krijgen. En deze quarantaineruimtes, daar zijn we dus inderdaad heel erg schaars geworden in Suriname. En als één ding is dat we hebben geleerd op dit moment, is dat er misschien meer ruimte moeten worden gemaakt in Suriname met betrekking tot de opvang van toeristen, et cetera. Want ze zijn niet echt helemaal voorhanden. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij sprak gisteren op de persconferentie rond de COVID-crisis. De derde groep repatrianten vanuit Nederland keert morgen terug naar Suriname.